Filmproducent, schrijver en acteur Bernie Bos, 79, overleden. Bos gold de afgelopen decennia als een van de belangrijkste producenten in de Nederlandse film- en televisiewereld. Voor de Afro-radio maakte hij in de jaren 70 programma's als Code de boswachtershow en Radio Lawaai-Pappagai. Toen hij afscheid nam van de radio, ontving hij een zilveren rijstmicrofoon voor zijn grote bijdrage aan dit medium. Hij was van 1984 tot 1989 hoofd van de jeugdafdeling van de VPRO. Onder zijn leiding werden iconische programma's gelanceerd zoals Villa Achterwerk, Rembo en Rembo en Theo en Thea. Voor zijn verdiensten werd hij uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. In 1986 stond hij mede aan de wieg van het jeugdfilmfestival Cinekit. Daarna besloot Bos zijn geluk te beproeven als producent van speelfilms. Bos was met zijn eigen productiehuis vanaf eind jaren 90 verantwoordelijk voor Bio Scoop successen als Abeltje, Minus, Het Zakmes, Het Paard van Sinterklaas en Pluk van de Pettenflat. Voor veel films schreef zijn dochter Tamara het scenario. Bos zelf publiceerde in zijn leven ook tientallen jeugdboeken, waaronder mijn vader woont in Rio, Knofje en Oma Vladder. Van deze drie titels maakte hij zelf ook een film en twee tv-series.